Wil je niet op de kaart? Hey. You walk in and walk out. You can always change the appearance of you. You can always change your trousers, your pants, your glasses, your cap, your jacket, your bag, your scarf. But what about your heart? Your heart is more important, because from the abundance of the heart, the mouth speaks. Jesus Christ can change your heart. You can always change your appearance. You can always go to Prima and get more clothes, CNA and all the alphabet, B and D. But if you enter through the real world, the real door, which is Christ, He will change your heart. Amen, ja dat is waar. Niets is zo goed als een leven heel dicht bij God, heel dicht bij de Heer Jezus. Het is zo mooi om bij Hem te horen, zo mooi om te ervaren dat er geen vriend is zo trouw als Hij. Geen vriend zo goed, zo vol liefde, zo goed. Jezus Christus, Hij is op de wereld gekomen, niet om jou op je zonde vast te pinnen, maar Jezus, Hij is gekomen om je vrij te maken en om alle dingen nieuw te maken. Om te maken dat er een open weg naar God de Vader is. Om te maken dat jouw leven niet verloren gaat. Zo mooi, de Bijbel zegt, er is een één naam gegeven onder hemel en aarde om gered te worden, en dat is de naam van Jezus Christus. Hij heeft alles volbracht aan het kruis van Golgotha. Hij is opgestaan uit de dood. Hij is gestorven voor onze zonden. Als jij gelooft in de Heer Jezus, is dat nieuw leven. Is er een nieuw begin. Als jouw hart kapot is, als jouw zonden zijn, als er verslavingen zijn, je leven zit vast aan porno, rotzooi, drugs, allerlei toestanden. Jezus, Hij maakt vrij. Jezus Christus, Hij maakt goed. Hij heeft elke macht. Ja, Jezus Christus, één naam, Jezus Christus. He can save your life. He makes it everything new. Okay, wake up, yes. Jesus Christ, He loves you so much. He is the way. I make it good. Amen. Amen. For me,
geloof. Ons vertrouwen te stellen in de levende God. In Jezus Christus. Vertrouw toch op Hem en zet die stap toch. Stap uit deze donkere wereld. En ga de nauwe, smalle weg die er is in Jezus Christus. De eerste stap vraagt alleen maar uw geloof. U bent één gebed verwijderd van het Koninkrijk van God vandaan. Wanneer u vertrouwen stelt in Jezus Christus. Er is een ander leven mogelijk dan het leven dat u nu leidt. Er is een leven mogelijk vol met licht, vol met vreugde, vol met blijdschap, vol met liefde. Deze wereld is een duistere wereld en hij gaat alleen nog maar duisterder worden. Ja. Dat is wat de Bijbel zegt. Donkerder en donkerder zal deze wereld worden. En uiteindelijk zal deze wereld ten einde komen. Deze wereld zal vergaan, zegt de Bijbel. Maar ieder die zijn geloof heeft gesteld in Jezus Christus, die zal nooit vergaan. Die zal nooit vergaan. Want God is kostbaar in de ogen van God is de rechtvaardige. Diegene die zijn vertrouwen heeft gesteld in de Lord. For you, and if you give your life to Christ, you will never be the same, and you will be, the Bible says, whoever is in Christ is a new creature. All things have passed away. Behold, here is everything new. You cannot change your past, but you still have time to determine your present and your future. And Jesus Christ can blow up your sin from the past and hold you from the heart and take you for the rest of your life, and you will never regret. Because the friend that you are walking right now, just now, even your parents, your children, is never a promise. 2019 is ahead, and you don't know how many things are going to pass by. There will be tears, there will be sorrow, there will be loneliness, there will be emptiness, and friends will come and pass by, and friends will go and come. But Jesus Christ will always be with you. Even if you walk in the valley of the shadow of death, Jesus Christ will never leave you. Daarom ook dat de Bijbel zegt, wat baat het de mens als hij heel de wereld wint, maar uiteindelijk zijn ziel verliest in de hel. Maar er is een andere weg mogelijk. Er is een weg mogelijk van eeuwig leven in Jezus Christus. Wanneer u geloof stelt in hem, u zal nooit en te nimmer beschaamd worden, want hij maakt alle dingen.